Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van EK Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in de kwartfinales van het EK 2020/2021. En natuurlijk de wedstrijden die we gaan voorspellen voor de halve finale. Laten we eerst eens naar de uitslagen gaan kijken. België-Italië werd maar liefst 1-2. Dat was nog wel de spannendste wedstrijd denk ik van allemaal. Italië die is dus door naar de volgende ronde. Zwitserland-Spanje werd 1-1. En Zwitserland had het bijna weer voor elkaar om een groot land eruit te knikkeren. Maar Spanje heeft met penalties gewonnen. Oekraïne-Engeland werd 0-4. En Tsjechië tegen Denemarken werd 1-2. Dan gaan we naar de voorspellers top 8. Standen staat nog steeds bovenaan met 41 punten. Dan komt Luc met 38 punten. Ik heb zelf 37 punten. Thijs is uit het niets de top 8 ingevlogen en maar liefst op de vierde plaats met 34 punten. Romano staat vijfde met 33 punten. En Jesper, Dilano en Massimo hebben 32 punten. De volledige stand is weer te vinden in de beschrijving. Dan zijn dit de wedstrijden voor de halve finale die we gaan voorspellen. Italië moet tegen Spanje, leuke wedstrijd, en Engeland tegen Denemarken. Wie zullen de finalisten worden? We zien het de volgende aflevering. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze aflevering van Eredivisie Voorspellen. En dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende aflevering. Adios, amigos!